Hallo! Over 5 dagen is het Valentijnsdag. Yay! Nee. De dag van suikerhartjes, roze blonde en roze crap. Ik vind Valentijnsdag gewoon waardeloos. Je wilt elkaar verrassen met een roze crap, big, lelijk, ugly cadeau. Om te laten zien dat je van diegene houdt. En dan ben je weer teleurgesteld omdat jouw vriendje iets voor je heeft gekocht. En dan voel je je weer rot en dan bla 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 bla. Keiharde bullshit. En waarom zou je speciaal op deze roze crapdag laten zien aan je lover dat je van hem of haar houdt? Terwijl je dat het hele jaar kan doen. Voor meiden die geen lover hebben is natuurlijk een hele dikke, keiharde, vette poepdag. Want je gaat je weer rot voelen omdat jij niemand hebt. Loner! Grapje. Grapje. Ik ben ook een loner. Nou, ik niet. Vooral als je op school bent met kleffe stelletjes die elkaar cadeautjes geven. Die normaal in kluis staan, elkaars speeksel met elkaar delen. En dan denk jij, fuck you Valentine's Day. Joh! Voor de mensen die geen Valentijn hebben dit jaar, denken dat ze forever alone zijn, lelijk zijn, dat niemand ze leuk vindt, wij hebben tips om Valentijnsdag te overleven. Tip 1. Plan een girl night out op Valentijnsdag. Maak een gezellige avond met je vriendinnen, ga erop uit op Valentijnsdag. Er is niks beters dan een overdosis vriendinnenpower op Valentijnsdag. Power! Tip 2. Realiseer dat Valentijnsdag alleen is om doekoes uit te geven. Deze dag is alleen goed voor verkopers die deze roze vieze crap verkopen. Tip 3. Je bent niet alleen. Over de hele wereld zijn er 60 miljoen mensen die dit alleen met jou samen vieren. Big Loner Party! Tip 4. Blijf uit de buurt van slijmerig hangende kussende lovers. Hierdoor ga je weer rot voelen. Ga samen iets leuks doen met iemand die ook voor even alone is. Zoals Melanie. Dank je. Love you. Tip 5. Organiseer een anti-Valentijnsparty. Verzamel een bende singles, vrienden en vriendinnen en maak er een big party van. Party, 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 party. To the left, right, left, right, left, left. Oh ja! Tip 6. Eet een overdoos aan chocolade. Chocolade is je grote vriend op Valentijnsdag. Eet een overdoos aan chocolade, want in dit spul zit gelukshormonen. En als je het eet, word je weer lekker happy terwijl je single bent. Ha, wat een top idee! Tip 7. Als je toch je liefde wilt delen en snoezige hartjeskaartjes wilt sturen, dan kan dat! Wij hebben namelijk een fanmail waar jullie al jullie Valentijnskaarten heen kunnen sturen. Zo heb je toch een beetje liefde op Valentijnsdag. One love voor jullie, yo! Yo! Dit was onze video voor deze week. We wensen jullie allemaal veel succes met het overleven van Valentijnsdag. Voor de mensen die Valentijn hebben, have fun! Hé Lisa? Yeah. Zoals we al zeiden, we hebben een fanmail. Yeah! Jullie kunnen al jullie brieven, tekeningen of wat je allemaal wilt opsturen naar het adres wat in de beschrijving staat. Doe een duimpje omhoog als je deze tips gaat gebruiken voor Valentijnsdag. En deel deze video met vrienden die deze tips goed kunnen gebruiken. Dus we zien jullie volgende week weer met een nieuwe video. Doei! Zeiden dat een of andere dude het wel achter ons uit wou dagen.